ex-stopper Mike van der Goor opent de volleybalmarathon bij VVH in Harderwijk met een demonstratiepartij. Aan de andere kant van het net wethouder De Kleine, die trots is op deze recordpoging. Ik volg het door regelmatig hier binnen te komen, ook 's nachts. Dat is mijn plan om te gaan doen, om te kijken of de jongens het goed doen en de meiden natuurlijk ook. Ja, het is voor mij nog nooit eerder voorgekomen. Dus ja, zeker voor Harderwijk is het natuurlijk hartstikke leuk. Er hangt een goed doel hangt eraan. Dus ja, ik denk dat het gewoon een heel goed initiatief is. En met de eerste service van Mike van der Goor begint de recordpoging van 100 uur. Het zal hoe dan ook loodzwaar worden. Ik denk dat iedereen wel denkt, we kunnen dit wel. Maar het is toch wel veel. Het is totaal gefocust. Ja, ik ben echt heel scherp. Mijn trainingen waren altijd maximaal 4 uur. En dat is toch al behoorlijk lang. Dus je kun je nagaan hoe lang 100 uur is. Dat is echt... Ja, het is ruim 4 dagen, dus ik ben benieuwd of ze het volhouden. De opbrengst gaat naar de KWF kankerbestrijding. Er spelen in totaal 24 volleyballers mee. Er staan er telkens 12 in het veld en de rest kan dan rusten en moet 's nachts ook bij het veld proberen te slapen. Ja, we hebben hier zoals je ziet een beetje matrassen liggen en daar gaan we proberen op te slapen. Elke nacht hebben we 4 uur rust allemaal en ondertussen tussendoor nog een beetje hazenslaapjes doen, denk ik. Het is echt gekke werk, maar daar hou ik wel van. Hoe zul je eraan toe zijn over een paar dagen, denk je? Heel moe. Maar ja, daarna is wel oud en nieuw, dus dan gaan we weer door feesten. Op oudjaarsdag om 2 uur wordt het definitief afgefloten. En dan zal blijken of de Harderwijkse volleyballers het record, dat nu op 85 uur staat, hebben aangescherpt tot 100 uur. Hey!